Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. China hecht ook in 2024 grote waarde aan relatie met Suriname. En potentiële deelnemers geïnformeerd over AgroFest 2024 op Barbados. De Volksrepubliek China zal ook in 2024 de duurzame relatie met Suriname onverkort voortzetten. Ambassadeur Han Ying zegt dat zijn land grote waarde blijft hechten aan de verbondenheid met Suriname. De functionaris heeft op dinsdag 9 januari 2024 een uiteenzetting gegeven over de Chinese diplomatie. Dit gebeurde tijdens de lezingencyclus van het Surinaams Diplomateninstituut. Wij spraken na afloop zowel de Chinese diplomaat als minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. This year will mark the 48th anniversary of the diplomatic ties between China and Suriname. So 48 years, which almost a half a century. Through this half a century, we have a very solid foundation of the friendship between two countries, between the two governments, between parties and among peoples. So now we think that it is time to look forward to seeing a more promising and brighter future. During my presentations, I put it into three dimensions. First is the political exchanges. As always, we look forward to the high-level exchanges. I mentioned that President Sandoki expressed his wishes to pay a visit to China. I think two sides is actively discussing about to make an arrangement to facilitate this visit. And then the second aspect is economy. We will further progress the projects in the collaborations, and also we hope that the debt issue, the restructuring of the debts, the negotiations could reach an end, could reach a conclusion, and then we will discussing about the further collaborations and seeking more projects. And then the third aspect is people to people, the cultural exchanges. You know, we see that the local Chinese communities play a very unique and active roles, and also to facilitate the development of the country-to-country relations. Last year, the embassy, the Surinamese government, and the local government, local Chinese communities, jointly celebrate the 170th anniversary of the Chinese settlement in Suriname. I think in this year we will continually to organize such cultural activities like the film festivals, the Confucius Days, and so on. Well, laat me zeggen, dit is een historische relatie tussen de beide landen. Dateert al van heel lang. In de formele diplomatieke zin zijn we vanaf 1976 eigenlijk begonnen met de formele diplomatieke betrekkingen. De relatie is een goede, is een uitstekende. 2024 gaat hetzelfde vertonen. We zijn bezig met de schuldherschikking af te ronden. Goede hoop dat we nog voor eind van de maand dat kunnen doen. Ik kan echter niks beloven, maar het zal afhangen van de Chinese kant. Maar ze hebben ook de intentie om het zo gauw mogelijk af te ronden. En daarna moeten we een situatie krijgen waarbij het Chinese bedrijfsleven weer volop de gelegenheid heeft om hier projecten uit te voeren op verschillende gebieden. Met name projecten die van belang zijn voor leefbaarheid. Op een stuk van infrastructuur bijvoorbeeld. Maar ook er zijn grote projecten voor wat betreft
wegenaanleg, ook huizenbouw, daar zijn ze in geïnteresseerd. Sommige Chinese bedrijven zijn ook geïnteresseerd in West-Suriname. En dat zijn miljarden USD-projecten. Er is een Chinees bedrijf geselecteerd voor het bedrijf de quarantaine in eerste aanleg. Dus de potentie is er. De politieke relatie is goed. De betrekkingen zijn goed. Ik ga ervan uit dat we de gelegenheid krijgen nog dit jaar, misschien voor juni van dit jaar, dat president Santokyo ook een formeel staatsbezoek aan China brengt. Dat zal een bekroning zijn op de relatie in dat opzicht. Maar de relatie is goed. We zijn blij met de lezing van de ambassadeur van China. Omdat eigenlijk het ons een beeld geeft van wat belangrijk is voor de Chinese regering. Hoe ze opereren, van waar ze komen, wat ze graag willen zien. En dat zijn allemaal goede inzichten die we kunnen verzamelen. Zoals we dat ook bij andere landen hebben gedaan. Om onszelf te positioneren en beter antwoord te geven op zaken die spelen. Maar bilateraal, de relatie is uitstekend en we willen daarmee doorgaan in 2024 en een paar doorbraken creëren die van belang zijn om het naar een hoger niveau te brengen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en het directoraat toerisme van het departement Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, hebben potentiële belangstellenden geïnformeerd over deelname aan de AgroFest 2024 op Barbados. De informatiesessie vond plaats op dinsdag 9 januari in het SAIS-gebouw op het ministerie van LVV. De AgroFest 2024 wordt gehouden in de periode 23 tot en met 25 februari. In augustus 2022 had de premier van Barbados, mevrouw Biamokli, een speciaal iemand afgevaardigd naar mij toe om mij uit te nodigen voor een gesprek op Barbados. En ik ben er geweest met een paar teamleden die hier zitten. En zij zeggen van, luister, en ze gaf als voorbeeld aan hoe afhankelijk ze niet zijn van import van voedsel. Het schaarste is er al. Het wordt allemaal schaarser en duurder. En wat ze hebben ervaren is dat er een boot met voedsel uit Amerika onderweg was naar Barbados en plotseling moest uitweken voor een storm waardoor ze een week lang met weinig voedsel hebben moeten doen. Het was een schrik van hun leven. Totdat ze door hadden van luister, als je werkt aan een stukje food security, dan moet je onder die orkaanbelt liggen. En dan blijven daar met Suriname en Guyana over. Dus vandaar die speciale uitnodiging. We hebben daar 2 dagen lang gesprekken gevoerd. Tot en met de boeren daar zelfs ook. En elke keer de constatering van levervoedsel, leveren wat wij nodig hebben. Natuurlijk moet er een heel proces aan vooraf gaan. De 2 NPPO's van beide landen moesten met elkaar aan tafel zitten. Er is heel wat onderzoek gedaan, informatie uitgewisseld, pest risk assessment. Er is iets makkelijker gegaan met ziekte en plagen, welke wij hier hebben en welke zij daar ook hebben. Dus daar viel er weinig over te discussiëren. We hebben nu een lijst met 12 namen van producten die we mogen exporteren, behalve vis en garnalen. Watermeloen, pompoen, dragonfruit, marcousa, peper, boulanger, tomaten, bakoven, banaan, zijn dat 9? Nog een paar. Kokos en die 2 aardvruchten, zoete patat en gember. Dat waren die 12 producten. Als ik eentje gemist heb, nee, het waren 12. En we werken aan meer van die producten. Mensen, wat ik ook heb geleerd,
Het is niet alleen Barbados, gebruik Barbados als hub naar de andere eilanden. Maar we zaten toen met het probleem van logistiek. En boottransport is wel aanwezig. FAI exporteert wekelijks minimaal 2 containers bakoven richting Barbados, welke binnen 3 dagen daar aankomt. Hele redelijke prijzen, dus wat dat betreft zitten we die fruitgroenten en fruit kunnen wij ook per container naartoe sturen. En in, het zijn maar centjes en, die je ervoor betaalt. En toen kwam SLM aanvliegen. En we hebben nu bijna 2,5-3 weken geleden onze inaugurele vlucht gehad. Maar eenmaal geland op Barbados, de blijdschap die we daar zagen, mevrouw van SLM zit erbij. We zijn met heel wat muziek en dans ontvangen. Maar ze waren in een hoera-sfeer van Suriname, komen jullie eigenlijk zijn we een beetje te laat. Maar niet te laat voor business, want die Guyanese waren als eerste gesprongen in die business. Maar die liggen al bijna eruit. Wij maken rustig ons huiswerk. We take it step by step. En we weten van hoe het hoort. Maar de jongens zijn gelijk benig erin gesprongen. En nu hebben ze wat problemen. Maar nu is de kans voor ons. En ze hebben ook heel... eigenlijk moet de media dit niet zo naar buiten brengen. Ook gezegd van, qua mentaliteit komen zij veel overeen met ons en wij met hun. Want dat, hoe weet je dat, die dominantie van onze buren kunnen ze niet hebben, kunnen ze niet verdragen. En we hebben al genoeg ervaringen met hun, dat weten we ook wel. Maar mensen, business. Business om te doen. Ik heb met de ervaringen van andere landen, probeer ik tot bepaalde afspraken met jullie te komen. Om te voorkomen dat we elkaar daar gaan doodbeconcurreren. Iedereen gaat onder de prijs van een ander zitten. En uiteindelijk eindigen we met niks. Blijkt in Nederland nu ook. Met de centjeswerk is het. En ik heb niks tegen de tussenhandel. Zij die hier in de tussenhandel zijn, niet meer niet kwalijk. Heer Wintje. Ik zeg... De grootste vijand van de agrarische sector in Suriname is die middleman. Willen ze volledig participeren, moeten ze ook meehelpen produceren, maar ook zich houden aan de regels. Ik heb voorgesteld om een exportorganisatie op te zetten hier in Suriname, via welke wij de producten zullen kanaliseren. Ik heb voorgesteld, wat ook al gebeurd is, om een importorganisatie op te zetten op Barbados, welke ook al gebeurd is. Ik heb voorgesteld om een opslagruimte te bemachtigen op Barbados en zelf in de groothandel te zitten. Er is een ruimte gehuurd met een capaciteit van 4x40 voet container aan koelruimte. En natuurlijk kun je dat ook afstellen tot een vriesfaciliteit en je kunt verder uitbreiden. We liggen iets buiten Bridgetown, maar het eiland is zo klein. Het is alsof je vanuit het centrum op Latour zit bijvoorbeeld. Maar we moeten meer samenwerken, meer leren samenwerken. En Barbados moeten we koesteren. De prijzen liggen heel erg goed. NPPO met een keurige is oké voor deze producten. En we moeten heel voorzichtig, want een tweede kans krijg je niet. Hè? Als het eenmaal verpest is, gaat het wel jaren duren voordat je weer bovenop werkt. En die kansen willen we niet verspillen. We willen één keer een goede beurt maken. En ik heb net geluisterd naar alle namen van iedereen. Ook de bedrijven die hier zitten, voor die horen zijn, zijn allemaal doorwinterde bedrijven. Dus jullie begrijpen best wel waarover ik praat. Dit als inleiding, een beetje kort van mijn kant uit. Ik zie hier wel smile op vele mensen hun gezichten.
heb ik ook wat Barbados gezien, laat er gebruik van maken. Meteen hieraan koppelend, Trinidad. Mijn collega's daar hebben ze drie ministers van Landbouw. Die zeggen allemaal, kom me even niet storen met groenten en fruit, omdat we bezig zijn die zelf te ontwikkelen. Maar een drekkenvloed kennen we niet, kunnen we leveren. En zo ook moeten kijken welke andere producten wel. Meer vleesproducten en visproducten die ze daar willen hebben. Nu, kijkend naar het geheel, Barbados plus Trinidad, een markt van zeker 2 miljoen mensen, hiervoor los van hun toeristen, is een gigantische markt. Dus met de boot ben je er binnen 3 dagen. SLM. SLM gaat 2 vluchten of heeft 2 vluchten per week, op de woensdag en zondag als ik het goed heb. En die kunnen per keer 5 ton cargo meenemen. En ik praat met de directeur van SLM en ik zeg van, Steve, is te weinig. Jullie bevolking is bijna, of bevolking van Barbados is bijna even groot als Frans-Guyana. En daar gaan minimaal 10 pick-ups per dag. Maar gemiddeld 10 ton is 100 ton per dag. Maar 5 dagen in de week is 500 ton per week. En jij met 10 ton. We moeten werken richting een cargo vliegtuig. En we hebben veel van gedachten gewisseld. Hij begon met zijn cijfermateriaal. Ik met mijn hoeveelheden. En hij zegt van als wij een 737 cargo vliegtuig inhuren. Waar je de piloten kunt. En van de passagiersvliegtuig. En zo'n cargo en een vliegtuig. Dan kun je ruil plegen met de piloten. Ook qua onderdelen zit je dan goed. Want je werkt richting unificatie. En dat kunnen we doen. Je kunt theoretisch 2 vluchten per dag hebben. Maar een 25 tot 30 ton per keer. Reken maar uit. Echt, the sky is the limit. Dus die mogelijkheden zijn er ook. En waar ze nu iets van $2 per kilo vragen, die prijs kan rustig gehalveerd worden. Maak er gebruik van. Dus, maar die eenheid moet behouden blijven zoals we hier zitten. En als er iets is dat iemand niet zint, laat het over praten. Maar laten we als eenheid optreden, anders gaan we zulke blunders begaan, zulke grote fouten maken, dat misschien achteraf onherstelbaar zal blijken te zijn. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.